kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze splinternieuwe video. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Jullie gaan allemaal weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van Minecraft Storyline Survival. En holy shit jongens en meisjes, wat was jullie feedback awesome op de vorige aflevering. Het heeft een hele hoop tijd en moeite gekost om de server weer helemaal aan de gang te krijgen. Omdat er een paar kleine dingetjes niet helemaal meewerkt zoals het hoorde. Maar geloof me jongens en meisjes, de server is weer terug. Maar nu vetter dan ooit. Ik heb ook ongelooflijk veel zin om deze nieuwe aflevering van Minecraft Storyline Survival aan jullie te laten zien. Want er gebeurt namelijk weer ongelooflijk veel in deze nieuwe aflevering. Er is een guard die ons komt steunen. We krijgen onze allereerste quest. En daarnaast krijgen we veel meer te horen over de storyline in deze survival. Voor de rest horen jullie ons ook praten in deze video over een bepaalde challenge die wij gaan doen. Als jullie massaal even op die like knop drukken. En uiteraard bij elke 2000 likes komt er weer een nieuwe guard. Hier beneden in de beschrijving kunnen jullie stemmen welke guards dat moeten worden. Jongens en meisjes, ik wens jullie allemaal heel erg veel plezier met het kijken van deze nieuwe aflevering van Storyline Survival. Ik vind hem awesome geworden. Geniet ervan. Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar een splinternieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Deze keer ben ik gewoon weer teruggekeerd samen met motherfucking Dylan. Hallo. Ik en Dylan zijn weer teruggekeerd in de enige echte Minecraft Survival soort van roleplay server. En holy shit guys, wat heb ik er veel zin in om deze nieuwe aflevering samen met Dylan voor jullie op te gaan nemen. En Dylan, heb jij er ook een beetje zin in? Ik wou het net al zeggen, ik heb er zelf ook heel erg veel zin in. Kaching, fucking awesome guys. Jullie zien waarschijnlijk al in jullie scherm Miley Cyrus staan. En denken waarschijnlijk van, jop, Miley Cyrus? What the fuck, doet die nou weer in jouw server? Ik zal het jullie even kort uitleggen. Bij elke 2000 likes die er gehaald worden op een aflevering van Minecraft Roleplay Survival, zal er een guard in de serie komen om mij en de gast, wat in dit geval Dylan is, te helpen. En deze keer is dat Miley Cyrus, want in de vorige aflevering stond er namelijk een strapel in de beschrijving met geloof ik 6 verschillende soorten namen. Jammer genoeg hebben wij het niet voor elkaar gekregen om ook daadwerkelijk 5 guards erin te krijgen. Want what the fuck Dylan? We hebben gewoon de vorige aflevering bijna de 10.000 likes gehaald. Dat was gewoon niet normaal. Dat hadden we totaal niet verwacht. Ik zag het al echt niet aankomen. Ik had ongeveer 4.000 verwacht. Dat was zelfs ook al best veel overschat voor mijn gevoel. Maar 10.000. En gewoon hashtag DMG Army voor de motherfucking win. Dus jongens en meisjes, bij elke 2.000 likes een nieuwe guard. Als we dus bijvoorbeeld op deze aflevering de 8.000 of 10.000 likes zouden halen, dan zou dat dus betekenen dat er 4 of 5 guards gaan komen die ons komen helpen. Check dus ook even de beschrijving. Daar staan namelijk een aantal namen van guards waar jullie op kunnen stemmen. En ja, stel voor we halen de 10.000 likes, dan zouden er dus 5 guards komen. En als er dus ook 5 guards zijn om te stemmen, zouden dus alle guards die er te stemmen zijn als het ware, die zouden ons dan komen helpen. Dus dat is insane. Dylan, laten wij er maar niet te lang omheen gaan praten, want er zijn quests die zijn op ons aan het wachten. Er zijn bepaalde challenges die zijn op ons aan het wachten. Er is een awesome storyline op ons aan het wachten. Holy shit. Dit wordt super vet. Dit wordt insane. En Dylan, wij hebben een eigen texture pack. Tenminste, jij hebt een texture pack gemaakt speciaal voor deze survival. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk ook al een keertje eerder gewerkt aan een soort van Doe Maar Gamen texture pack, wat voornamelijk voor Survival Island was. Maar deze keer heb je er dus eentje. Nou ja, tenminste, hij is nog niet af. Ja, dus als jullie nog ideeën hebben, laat het in de comments weten. Maar ja, Dylan, let's freaking go! Texture pack heeft een goede start. Hij heeft zeker weten een goede start. En Miley die loopt achter mij aan, want elke keer, stel voor, ik weet niet of het ook met een koe werkt. Ik ga het gewoon proberen als ik die koe sla. Nee, dat werkt. Oh nee, dat werkt natuurlijk alleen als iemand mij aanvalt. Als jij wordt aangevallen, dan helpt Miley jou. Dus stel voor, Dylan zou mij nu aanvallen, dan zitten we met een klein probleem. Dus dat doen we ook ik dat maar niet doen. Dus Dylan, ik zie hier een hele mooie toren staan. Laten we daar als allereerst even naar boven gaan. Ja. Want ik ben namelijk ongelooflijk benieuwd wat hier is. Miley, loop je door. Miley die wil graag ook naar boven, heb ik het idee. Oh, ze loopt al door. Super. Want voor de mensen die het niet weten, ik en Dylan, eigenlijk is het altijd zo dat ik met de persoon die ik opneem nooit, maar dan ook echt nooit weten wat ons te wachten staat. En Miley Cyrus, waarom geef jij een blowjob aan die guard? Sorry. Vieze bitch dat je er bent. Je hoort bij mij te horen. Ja, ik wou net zeggen. Oké, nou ik zie hier een guard staan. Dus ik doe rechte muisknop. Ik ben guard. Wil je me helpen? Ja? Ja. Ja. Ik heb een zombie probleem. Zombies overal. Zombies in de schuur. Zombie in de hal. Ze zijn zo dik als vliegen op poep. Ik wil je betalen als je ze voor me vermoordt. Kill 10 zombies en kom terug voor mij. Oeh, Dylan. We moeten zombies gaan vermoorden. Oké. Ik ben super benieuwd. Maar wacht eens even. Hebben we wel spullen? Vraag ik me af. Want ik heb namelijk al... Ik begin namelijk al een beetje
beetje honger te krijgen. Ik ook. En ik heb geen spullen op het moment. Dus dat is echt een aardig groot probleem als ik dit hebben we verder nog niet bekeken. Dus als we hier nou eventjes rond gaan kijken. Oh, wacht, ik zie hier wat. Hier staat. Oh, kijk dan hier. We hebben hier gewoon een. We zijn heel dom. We stonden hier de hele tijd voor. Wat zit erin? Oeh, kijk eens aan. Oké, nice. Jij bent de man van de arrows. En dan ben ik wel de man van de fakkels. Oké. En dan kan ik gelijk. Ik heb trouwens één broodje voor jou erin gelaten. Die jij dan even kunt opeten. Dankjewel. En voor de mensen die het trouwens niet weten, er is een bepaalde command in de server, namelijk /winkel. En als ik en Dylan, of de andere gast die mee zou doen, /winkel doen, dan kunnen jullie dus allemaal bepaalde dingen zien. Stel voor, ik heb uiteindelijk 10 experience points vanwege alle zombies die ik heb vermoord. Dan kan ik daar uiteindelijk dingen mee gaan enchanten door gewoon eigenlijk een zwaard in mijn hand te houden en dan op dit boek te klikken. Maar ik kan er uiteindelijk ook de worldborden mee uitbreiden voor 22,5 munten. En zoals jullie kunnen zien, golden nuggets, die hebben ook een awesome texture gekregen. Wat is dat namelijk, Dylan? Een Mario muntje. Woehoe! Mario is echt dikke nostalgie voor mij, dus dat is awesome. Ik ben benieuwd. Ja, we moeten 10 zombies killen, Dylan. En ik zou eigenlijk niet weten waar wij naartoe moeten gaan. Het begint al wat donker te worden, dus dat is heel mooi voor deze opdracht. Dat is super sick, inderdaad. Ik zie hier trouwens wel een soort van cave. Al weet ik niet of dit een cave is die hier altijd al heeft gezeten. Of dat dit is een soort van. Oh, wacht eens even. Komt Miley Cyrus trouwens wel achter mij aan als ik. Oh, ze teleporteert gewoon lekker met mij mee. Parkour skills. Oh, ik ben zo insane benieuwd. We hebben geen toortjes, hè? Ik heb er 3. Ik heb er 3 gekregen. Dus ik kan een beetje de boel verlichten, maar niet al te veel. Misschien als we de toortjes gewoon weer meenemen. Want hier is niks. Nou, dan pak ik gewoon weer op, neem weer mee. Dat is heel slim, Dylan. Als jij ze alsnog even meeneemt, inderdaad. Ik neem ze weer mee. Oh, moeten we het. Wacht even, de server die staat wel. Oh ja, ik zag net ook al een aantal zombies lopen voor de opnames. Dus wacht, ik hoor wat. Ik hoor een skeleton. Dat is waarschijnlijk een goed begin. Ja. Oh, awesome, Dylan. Holy shit. Je hebt gewoon een bow van een skeleton. Heb je van. Oh, kijk dan! Een kruis. Oh my god, awesome. Miley! Miley, awesome! Oh, Miley! Als een fucking baas! Twerk koningin alles! Dylan, wat is dat? We moeten even. Ik weet hoe graag wij. Ja, we moeten even inderdaad een beetje tactisch blijven denken. Want het liefste spring ik namelijk nu als een randebiel op deze boom. En kijk ik alles door wat er door te kijken valt. Maar we moeten onze koppies wel een beetje blijven gebruiken in deze survival. Hoe graag ik ook dingen wil onderzoeken. Want we hebben zombies nodig, al zie ik alleen maar skeletons. Ja, ik wou net zeggen. Wacht even. Oh, daar zijn ze, daar zijn ze, daar zijn ze. Oké, en ik zie er ook een sign. Dus misschien kunnen we daar ook nog wat benodigde informatie oplezen. Oh god. Oké, ik weet alleen niet of ik ze moet killen. Of dat jij ze moet killen. Want ik weet namelijk niet of deze. What the fuck? Wat? Als je een zombie slaat, dan zie je allemaal van die cartoon dingetjes. Heb jij dat? Oh, ja, ik zag het. Oh god. Oké, het leuke is namelijk, Dylan die weet uiteraard wel wat er in de textpack zit. Want die heeft natuurlijk een textpack gemaakt. Maar ik weet dat niet. Dus soms zijn er echt dingen waarvan ik denk, what the fuck? Sinds wanneer zit dat erin? Dus echt insane, guys. Laat hier beneden dus zoveel mogelijk leuke ideeën voor quests. En natuurlijk voor textpack ideeën weten voor Dylan. Want ik ben insane benieuwd. Oh man. De boog was trouwens een kruisboog geworden, voor als je nog niet goed had gezien. Ja, insane, ouwe. Dat heb je heel vet gedaan. Maar wat is dit? Oh man, ik wil hier zo graag naar binnen. Maar eigenlijk moeten wij eerst even deze quest gaan voltooien. Ja, we hebben er al 1. Dus ja, ik mag gewoon 2 keer op zijn zombie slaan. Zo kan je ook elke keer de laatste kill maken. Kan ik het inderdaad afmaken? Ik zou in ieder geval ze niet dood maken. Dan zou jij wel gewoon de kills maken. Oh, ouwe. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd. Oh ja, en voor de mensen die denken, Job, je hebt de vorige aflevering bijna de 10.000 likes gehaald. Waarom zijn er dan geen 5 guards die jou komen helpen? Oh, een witch. Oh, kut. Oh, kut. Kill jij die witch? Kill ik die creeper? Ik kill die creeper. Ik kill die creeper. Oké, stay calm. Oh, kut. Kill the witch. Kill the witch. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben in mijn boekenkast. Nice. Oh, ik vertrouw het niet. Oh, blijf beschoten. Dylan, blijf daar maar staan. Ik kom je helpen, houden. Oh shit. Ik ben hier. Oké, even om. Oh, kut. Spin. Wat? Seriously. Normaal gesproken kom ik altijd zombies tegen wanneer ik ze niet nodig heb. En nu heb ik ze een keer nodig. En dan komen er allemaal fucking creepers op mijn pad. Altijd. Als je er gewoon. Ja, met alles is dat, ouwe. Dan krijg je het gewoon niet. Oké, maar ik wil wel even een kleine update aan de kijkers geven. Voor de mensen die denken, Job, de vorige aflevering heb je bijna de 10.000 likes gehaald. Hoe kan het dan dat je momenteel maar 1 guard hebt in plaats van 5? Dat heeft ermee te maken omdat er namelijk een probleem was met de server. Hebben jullie waarschijnlijk wel gehoord in de update video. Maar vanaf nu is het 100% zo dat er bij elke 2.000 likes een guard komt. Dus bij de 5.000 likes zouden er dan 3 guards komen. Of 2 guards. En bij de 10.000 likes 5 guards. Dat gezegd hebben, fuck yeah, de guards die, of de zombies die zijn er inderdaad. Oh, half hartje. Ik ga bijna dood. We moeten weg. Oké, fuck it. Fuck it, Dylan. Kom achter mij aan. Ik ga hier gewoon naar binnen. Dat maakt niet uit. Konijn. Ik heb hem gekillt. Okay. Ik heb wat eten. Kill jij die konijn, dan kill ik die varken en die koeien, zodat ik daar ook wat eten van krijg. Want je hebt gelijk als je zegt dat we eten nodig hebben. Ja, en ik kan echt niks meer, want als ik een heel klein beetje spring en ik val, dan ben ik gewoon dood. Oké, Dylan, kijk achter je. Dylan. Oké, je moet nu even bij mij blijven, denk ik. Want we willen natuurlijk niet dat jij doodgaat, want dan zitten we met een probleem. Ik eet gewoon even rauw vlees, het moet nu wel. Oh, dit is, inderdaad, doe dat maar gewoon. Het maakt niet heel veel uit. Maar Dylan, ik heb hier iets gevonden en ik weet niet wat het is. Alleen, aan de ene kant wil ik wel naar boven, maar aan de andere kant ben ik zo bang dat daar ook iets naast op ons te wachten staat. Laten we in ieder geval heel goed gaan uitkijken. Ja, niet in één keer als een idiot.
Kijk uit! Oké, kijk uit, kijk uit, kijk uit! Wacht, ik weet niet of Miley Cyrus je kan activeren. Oh. Dit is fucking... Oh my god. Oké, Dylan, kom naar boven toe, maar ga niet naar links of naar rechts. Nee, Dylan, wat zei ik nou? Ga niet naar links of naar rechts! Oké, wacht even. Misschien is er nog niks aan de hand. Oh, ik deed per ongeluk. Ik wou maakt niet zien. Uit. Ik zat in Miley, dus ik kon niks zien, dus ik ging naar links. Oh my god, Dylan! Ik kom! Oh my god, kom naar boven toe! Ik ga dood! Er is een witch gespant, maar ik vond ze juist de kist met allemaal goede shit. Nee! Ik ga dood! Maar je killt hem! Oké, rustig. We blijven heel rustig. Dylan, ga terug naar het huisje. Ga terug naar de bibliotheek. En dan zal ik zo meteen heel rustig aan jou laten zien wat er in de kist zit. Jongens en meisjes, soms heb je van die momenten waarbij het even te veel wordt. Waarbij je denkt, links, rechts, boven, beneden, midden. Weet je zo erg. Maar ditmaal moeten we even rustig kijken. Want Dylan, ik heb namelijk zojuist iets gevonden in de kist. En ik zal jou even rustig gaan uitleggen wat het is. Nee. Geloof het of niet, maar onze eerste diamond die is binnen. Oh yeah. Met daarbij een emerald. Met daarbij een enchanted boek met punch 2. Met daarbij 6 muntjes die uiteraard een Mario texture hebben. En als klap op een vuurpijl een boek. En in dat boek staat waarschijnlijk wat geschreven. Maar ik pak even alles eruit, Dylan. En dan ga ik trouwens heel even snel wat handigs doen. En dit is iets waar wij allebei profijt van gaan hebben. Ik ga namelijk naar de winkel toe. Super, ik ga even naar de winkel toe. En ik verkoop mijn golden nuggets nu. Waardoor ik in totaal 75 heb. En wat ik dan ga doen is, dan ga ik heel even wat spullen kopen. What the fuck? Wat? Een ex die is veranderd in een kettingzaag, ouwe. Hoe episch is dat? Ja, dat heb jij gedaan, dat weet ik. Maar what the fuck? Oh ja, trouwens, Dylan, doe even slash winkel. En verkoop even je XP-punten voor geld. En verkoop je geld daarna weer voor dat we dat weer kunnen gaan kopen. Oh ja, XP-punten. Verkoop XP-punten. Super. Oké, ik heb op het moment full chain armor. En ik ga nu ook even mijn XP-punten verkopen. Dan hebben we namelijk gelijk weer wat chain erbij. Zou ik dat chain armor ook kopen? Chain armor, ja, dat is erg handig om te doen. Dan ga ik nu naar de winkel toe en even kijken, wat heb ik nu? Ik kan nu, als het goed is, koop je eerst de behoeftes in de shop. Oké, kan ik misschien een stone sword kopen? Ja, ik heb nu een extra stone sword en even een extra stone axe kan ik niet kopen. Dus ik heb wel een extra soort erbij. Super. Oké, Dylan. Ik heb hier een... Oh, lol, je hebt ook een cooked mutton heb je veranderd in een broodje met shawarma. Ja. Geniaal. Sorry dat ik zo scum ben om op te eten, maar ik... Oké, Je liep over plek. Ja, ik weet het, maar... Oh, witch gespant. Wacht, wat? Oh, oké, ze spant nog wel. Oké. Ja, ik denk niet dat het door die tripwire hooks komt. Want daar liep ik namelijk meerdere malen overheen, maar gebeurde er niets. Oh my god, Dylan. Maar Dylan, we moeten natuurlijk nog steeds die ene missie voltooien van het killen van 10 zombies. Dus laten we daar nog even mee doorgaan. Want ik ben namelijk best wel benieuwd wat we krijgen voor die quest. Want voor de mensen die het weten, er zijn verschillende soorten NPC's zitten verscheld in deze map. En bepaalde NPC's hebben dus ook weer bepaalde quests. En een quest kan dus bijvoorbeeld zijn, kill 10 zombies. En als je dan ja in de chat typt, dan heb je die quest als het ware geaccepteerd. En als je dan die quest voltooid hebt, kun je daar dus weer bepaalde experience points voor krijgen. Voor bijvoorbeeld het uitbreiden van de world border. Waar ik zo meteen ook nog wel wat meer over ga uitleggen. Maar Dylan, hoe zit het met jouw hungerbar? Met mijn hungerbar gaat het redelijk, maar mijn hartjes zijn 2. Maar dat jouw hartjes gaat zijn vielen, 2. Want ik heb genoeg eten. Oké, ja, wat weet je, dat is met mijn hungerbar. Ik heb geen eten meer. En we moeten eigenlijk heel even kijken of wij zo direct een furnace kunnen maken. Maar holy shit, ik zie daar wat. Ik heb 1 raw pork chop. Zullen we dat gewoon bewaren? Of? Ik zou dat bewaren totdat we dat uiteindelijk kunnen koken. Maar kijk, Dylan, zie je dat daar? Ik zie daar heel sneaky wat mossy bricks, wat normale bricks. Oh ja, met ik zie het nu pas. Ja. Oké, wat we denk ik even moeten doen. En ik heb het wel elke keer over tactisch denken. Maar jongens en meisjes, hoe je het ook bent of keert. Zag je dat? Waar? Is een zombie gespawnd. Serieus? Ja, hij spawnde. Oh, lol. Dat zijn waarschijnlijk bepaalde comments. Oké, ik weet niet. Zomaar, maar er kwam vonkjes van hem af. Dus volgens mij hoorde dat. Oké. Oh, nee. Je hebt gelijk, Dylan. Half hartje. Oh, nee. Ik kom je redden, denk ik. Ik moet hem killen. Oké, super. Nee, kutzooi. Oh my freaking god. Ik werd gewoon door hem vermoord. Ik heb je spullen. Maar wacht, is de quest? Is die nog nu wel aan de gang? Oké, wacht even. Blijf daar. Pak al mijn spullen. En dan ga ik naar die guard toe die mij die quest gaf voor die 10 zombies. Misschien heb ik namelijk al wat 10 vermoord. Oké, ik heb al je spullen meegevlucht. Lol, waar is de guard gebleven? Waar is Miley? De guard is weg. Ja, Miley die is bij mij, omdat het namelijk mijn guard is. Alleen, oh, die. De guard die mij de missie gaf. Dan is waarschijnlijk de missie bezig, denk ik. Neem ik aan. Oh, dus dan moet ik het 10. Oké, nou ja, het zal allemaal wel. Zoals ik al zei, jongens en meisjes, de server is nog in een beta. Met andere woorden, er is enorm veel aan de hand qua plugins en dergelijke. Oh, lol, ik heb hier gewoon een dikke railway gevonden. Nou, dan kijken we zo meteen. Want zoveel avontuur dat ons te wachten staat, het is ongelooflijk. Moet ik naar de spawn komen of naar jou? Nee, blijf alsjeblieft daar. Want ik kom namelijk naar jou, want ik heb namelijk mijn gear weer nodig. Oké, ik ben in dat huisje verstopt. Oh, man. Ik zag hem net zo ook. Episch. Je kan hem heel makkelijk al zien eigenlijk, maar we hadden het de eerste keer niet gezien. Ja, klopt. Ja, je bent er al, ik zie je. Oké,
nice. Ja, want ik moet namelijk wat we even moeten doen, Dylan. Want voor de mensen die het niet weten, het blijft natuurlijk gewoon een normale survival. Waarom killen we trouwens geen schapen? Eten. Ja, waarom hebben we dat eigenlijk nog niet gedaan? Dat maakt niet uit. Denken we zo meteen over. Nou, Maaike komt achter mij aan. Ik trek snel mijn gear weer aan, wat echt heel erg helpt. Als je me maar in ieder geval alleen mijn zwaard wat eten geeft, ben ik tevreden. Oh, andere dingen ja, ik geef die boekjes ook aan jou. Oké, dan doe je dat. Oh ja, trouwens, dat boek moet ik nog lezen. Super, dan ga ik dat nu even doen. Oh ja. Oké. Ik ben zo benieuwd. Ik moet de twee torens bereiken. Maar dit is onmogelijk gemaakt door dit verduisterende bos. Hoe kom ik door dit bos zonder dood te gaan? Ik zal het maar moeten proberen. Als ik niet terugkeer, mijn spullen zullen vast met mij zijn ergens in het bos. Alf heeft dit geschreven. Wie de fuck is Alf? Ik heb geen idee. Het klinkt een beetje als een soort van dwergennaam. Dikke shout-out naar alle dwergen die het kijken maar. Oh man, Oké. Wat we even moeten doen, Dylan, is ik denk dat wij heel even snel een furnace moeten gaan. Wacht even. Oh ja, misschien kunnen we dat als eerst doen, want eten nee, is nee, want we moeten terug naar de span. Want ik zag namelijk bij de span zag ik ook een aantal furnaces in een bar staan of iets dergelijks. Oké, laten we daarheen gaan. Oké, want we zijn echt... Oh, we worden zo snel afgeleid door al die apes die er in zijn. Piepetje hier. Oh ja, trouwens, voor de mensen die denken, Job, waarom ben je zo bezig met het killen van de mobs? Omdat we namelijk de XP heel hard nodig hebben om uiteindelijk gear mee te kopen en natuurlijk om uiteindelijk de world border mee uit te breiden. Kill die, achter. Waar? Oké, nice. Ja, ik weet nog steeds niet of de hele missie nou nog steeds gaande is, maar ik geloof van wel. Ik denk het wel, want anders zal die niet weg zijn. Anders zou het wel opnieuw kunnen doen, denk ik. Ik denk het ook. Welke kant gaan we op, Dylan? Ik ben namelijk niet het beste in navigeren, maar we moeten even de span vinden. Ik werd aangevallen. Oké, loop je nog achter me, by the way? Ik moet trouwens echt heel snel eten, want ik ga bijna dood. Oké, Dylan, kom met me mee. We gaan proberen de span terug te vinden en dan gaan we daar even wat eten in de furnaces gooien. Want dit is namelijk gewoon... Ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn, dat is dat ik daar even naar binnen wil. Want ik zag daar namelijk een kist en voor hetzelfde geld zit daar ook wat eten in. Al is de prioriteit wel bij de span te komen, maar waar de fuck is de span? Waar kwam je? Volgens mij kwam je net van die berg vandaan. Ja, ik weet het. Ik weet waar je net vandaan kwam. Oké, ik loop met jou mee. Ja, Dylan, ik kan alleen niet rennen, sorry. Ja, ik ga ook niet rennen. Dat is inderdaad heel belangrijk, guys. Dat we in het begin niet altijd voor rennen, want... Vark. Ja, nice. Die kun je killen. Kwam ik daar achter vandaan, achter die berg hier? Ik herinner me dit rode en ik kan me dat water een beetje richten. Oh, hierboven kwam ik vandaan. Oké, ja, dan ga ik met je mee. Oh, dit is zo... Lol! Wow, Matten, dat is nu een soort van... ik zie het. Oh, wat episch, ouwe. Wat geniaal. Als je doet, dan is het, dan wordt het gewoon een broodje swarma. Een broodje swarma, inderdaad. Oh, wat heb je dat tof gedaan. Nou, zulke ideeën, jongens en meisjes, willen wij dus veel meer. Zodat bijna elk item na een aantal afleveringen gewoon gecustomized. Oké, nice. We zijn en die ideeën komen natuurlijk ook van jullie af. Die ideeën komen gedeeltelijk inderdaad van jullie af. Dus laat in de comments weten. Dylan, verander een appel in een... Nou, een appel. Een appel van Apple. Dat is bijvoorbeeld een leuk idee. Een appel in een appel van Apple. Dus dat zijn hele originele dingen. Ja, Dylan, ik zou zeggen, let's go. Ja, ik heb 4 raw pork chop. Moeten we eigenlijk met die inktzaks? We hebben geen kool. Nee, maar ik heb... Oké, Dylan, ik ga jou heel even op een missie zetten. Oké. En omdat ik jou op een missie zet, ben ik wel zo aardig om even voor jou wat te kopen. Dus wat ik doe, is ik doe slash winkel. Ik doe verkopen XP-punten. Ik ga slash winkel. Wacht even, als ik XP-punten heb, wat kan ik dan doen? Heb ik dan... Koop XP-punten in voor geld. Oh, nu heb ik natuurlijk geld. En oké, nuggets kun je ook inkopen voor geld. Dan ga ik nu naar koopspullen in de shop. Dan heb ik nu voor jou, Dylan. Hou je vast, Dylan. Oh. Hou je vast. Boom. Een fucking chainsaw van iron. Dus ga jij maar even hout hakken. En dan ga ik ondertussen een boek lezen. Zou ik je vermoorden, joh. Oh, shit, Dylan. Nee. Oh, kut. Nu valt mij jou waarschijnlijk aan. Of niet? Ga eens naar buiten toe. Oh, nee, dat is alleen als jij mij aanvalt. Sorry. Ja, dan ben ik wel steeds een beetje van confused. Oké, ik ga heel even snel iets lezen uit dit boek. Want dit is namelijk weer een boek van Alf. Ja. Het boek gaat namelijk als volgt. Ik moet de twee torens bereiken. Maar dit is onmogelijk gemaakt door dit verduist... Oh, nee, dit is het verkeerde. Wow, Job, seriously. Volgende. Ik zal je vinden wat ik ook tegen zou moeten komen. Ik zal je redden uit zijn armen. Ben jij in de ruïnes van Els of ben jij in het dorpje? Oh, zo ver weg. De ruïnes van Els, Dylan. Wat zou dat kunnen betekenen? Iets mysterieus. Ik denk ook dat het inderdaad wat heel mysterieus is. Ik ga even met die knight praten als het kan. Kan ik daarmee praten? Nee, ik kan niet met die knight praten. Ik heb gehoord dat er veel te ontdekken is in dit land. Oké, ja, dat denk ik inderdaad ook als ik zo heb gekeken. Ga en vermoord 10 zombies, please. Dat heb ik toch al gedaan. Nee, ik heb er waarschijnlijk nog niet 10 vermoord, Dylan. Dus we moeten nog even geduld hebben. Nee, ik heb nu 31. Goud. Ik moet nu echt terugkomen, want ik heb nu echt eten nodig. Oké, Dylan, wat ik even doe is, ik geef jou heel even de verantwoordelijkheid om dit erin te doen, dit erin te doen en dit erin te doen. En wat ik dan even ga doen, is dan ga ik heel even naar dit andere huisje, want er waren er namelijk 2. En dit is een bar. En what the fuck? Je zit hier gewoon een fucking chicken. Een ginger chick. Helaas hebben wij niet meer veel voedsel in de opslag. Oeh, ik voel hem al hangen, Dylan, wat dit voor quest gaat worden. Oh, nice! Er zit hier gewoon eten in, Dylan. Kijk dan. Ja, nu zit het er niet meer in. Maar ik geef jou wel even het vis. Yes. Want ik heb namelijk wat
het eten in de furnaces gevonden. Dus ik denk dat wij... Ik zou heel even rechtermuisknop op Laura doen. En Dylan, ik denk trouwens dat als wij allebei rechtermuisknop op Laura doen... Ik begin wel even. Dat wij dan allebei de quest kunnen doen. En dus ook allebei een beloning kunnen krijgen. Okay. Dus even kijken. Hallo, Pipo Jopje. Ik ben Laura. Wil je wat spullen voor mij halen? Ja. Ik ook. Oh, dan moet ik waarschijnlijk ja zonder hoofdletter doen, of niet? Zeg maar gewoon nee. Misschien dat ze dan zeggen... Je gaat het alsnog doen, joh. Is goed. Oh. Laat me het weten als je me later nog ergens mee wilt helpen. Oh, dat komt natuurlijk omdat ik al een quest aan het doen ben. Oh. Ik kan niet twee... Oké, dan is het wel leuk als jij die quest doet. Je moet het echt afmaken. Ja, maar dan doe jij die quest, Dylan. Oh ja, dat kan ook. Van Laura, dat is een goed plan. Dus dan doe jij maar... Hallo, Just Dylan. Hallo. Wil je wat spullen voor mij halen? Ja. Super. Oké, even kijken. Ik heb 4 porkchop nodig. Breng me 4 porkchop beneden uit van de kisten en je zal een beloning ontvangen. Oh, hier. Je moet hier naar beneden gaan. Oh, dat is leuk, ouwe. Ze is gewoon heel erg lui. Oh, jongens en meisjes, oh, laat me hier beneden in de comments weten of jullie meer quests hebben. Want dit is insane. Ja, dit is echt heel vet. Maar denk je dat dit veilig is hier alles? Of... Ouwe, kijk wat wij gevonden hebben. Oh, sorry. Oh. Weet je wat het inhoudt, Dylan? Oké, als jij even die porkchop pakt en jij regelt heel even die missie van Laura, oh, ja, dan ga ik even het hout hakken. Want weet oh, je wat het namelijk chester is? Oké, ik kom eraan. Maar weet je wat het namelijk is? Ik heb hier namelijk koolbloks gevonden. En in eerste instantie is dat misschien zo van, ja, maar wat heb je daar nou weer aan? Nou, daar kunnen wij natuurlijk weer resources mee gaan omsmelten. Dus dat is heel erg chill. Ik kom achter je aan. En trouwens, kijk, Dylan. Al die chesten. Gewoon nice, ga ik doen. En kijk maar wat Dylan, ik heb gevonden in één chest. Kijk, ik zie mijn hand. Oeh, nice. Wat heb je gevonden? Een oh, een iron sword. Lekker, ouwe. Kan ik beter aan jou geven, want jij moet de zombies killen? Ja, doe dat maar. Dat is inderdaad best wel een goed plan. En ik heb hier een enchanted boek. Oh, lol! Wat? Ouwe! Een enchanted boek met Infinity 1! Gast, weet je hoe goed we dat kunnen gebruiken? Ja, zeker. Oké, pak jij die 5 porkchop. Dan ga ik nog even verder kijken. Een bookshelf, finds, coins. Oh, kut. Wat doe ik? Ik plaats dingen. Oh ja, Dylan, ik ga trouwens zo meteen even aan de kijkers uitleggen wat die world woorden nou inhoudt. Want er zullen veel mensen waarschijnlijk wel benieuwd naar zijn. Zo. Ik heb heel goed nieuws, Dylan. Nou, ik heb namelijk 18 brood. Ik heb 18 brood, omdat ik namelijk net heel veel wheat heb gevonden. Oké, wacht even. Oh, kut. Oh, kut. Deze chest die heeft een rode gloed. Dat is een trap chest. Ik weet niet wat het inhoudt, ja, ik maar... ik zag dat net ook al. Oké. Ja, maakt even verder niet uit. Ik ga heel even kijken of ik hier nog wat kan vinden. Ik heb hier boek en krill heb ik gekregen. Dat kunnen we misschien... Oh, mijn hele inventaris zit al vol met spullen. Het is echt insane. Echt waar. Zo awesome. Dat we nu al gewoon in het begin zoveel epische shit hebben weten te krijgen. Ja, zeker. Maar joh. Nou, Dylan. Go ahead. Lees even de chat. Even kijken wat er staat. Het is je gelukt. Even kijken wat ik voor reward. Ik heb geen spullen. Is gold ook goed? Geef me nog wat porkchop en je krijgt nog een reward. Kom terug als je het porkchop hebt gepakt. Oké, heb je nu een reward gekregen? Ik heb een porkchop. En heb je een reward gekregen? Die heb ik. Hoeveel? 1 gold. Golden ingot. 1 golden ingot. Maar oh, ingot. Ik moet nu nog 1 porkchop geven, zegt ze toch? Maar een ingot, als je die terugtransformeert tot nuggets, heb je dus 9 nuggets. Ja, 9 coins. Oh, nice. Oké, dan gaan we heel even orde op zaken zetten. Doe even slash winkel als je dat wilt. En dan verkoop je nuggets voor 12,5. Want ik heb namelijk op een moment... Holy shit, ik heb 262,5 gold. Kaching. Nice. Wow. En jij? Je bedoelt munten. Ja, ik heb 348. Oh, jongen. Oké, dan ga ik heel even iets kleins aan de kijkers uitleggen. Jongens en meisjes, er is een world border in deze roleplay survival. Voor de mensen die zich nu vol met angst afvragen, of nou, vol met angst, meer vol met verbazing. Ik bedoel, het zou raar zijn als je bang bent voor een world border. Maar voor de mensen die zich nu afvragen, joh, waarom is er een world border? Heel simpel gezegd, omdat er dus heel erg veel quests zijn, zowel binnen de world border als buiten de world border, is het zeg maar een kleine motivatie om elke keer weer een soort van jou een nuggets uit te geven, jouw coins, om dus uiteindelijk de world border mee uit te breiden. Dus heel simpel gezegd, als ik nu slash winkel doe, staat hij bij deze emerald, bereid de world border uit met 25 bloks voor maar 550 munten. Ik heb 310 munten, dus als ik nu ongeveer nog 200 munten erbij krijg, ietsje meer dan 200, oftewel 240, dan kan ik dus de world border uitbreiden met 25 bloks en misschien zullen er dan uiteindelijk weer nieuwe missies beschikbaar zijn. Dus Dylan, fucking episch! Super vet. Laura vroeg net om een porkchop, nog één. Nou, dan druk ik erop en dan staat er, kom terug als je nog een porkchop hebt gepakt. Oh, dan moet je er denk ik meerdere vinden. Oh, Dylan, dan heb ik goed nieuws voor je. Oh nee, ik heb geen goed, sorry. Ik dacht dat ik nog een porkchop bij me had. Maar ik ga even iets proberen en ik hoop dat dit werkt. Oh, cooked porkchop. Oeh, Dylan. Wat? Oké, ik heb een cadeautje voor staat je, ja? Wat staat nee, nee, wacht. Okay. Ja, je dacht toch niet dat jij mijn iron sword kreeg, hè? Nee. Ik wil alleen weten wat erop stond. Ik heb een cadeautje voor je. Okay. Ik heb een cadeautje voor je. Momentje. Oh, nee, werkt niet. Sorry. Wat zou je doen? Oké, wacht even. Even kijken. Maar trouwens, ik heb golden boots. Oh, dat is niet beter dan chain, toch? Shit, ik heb geen cadeautje voor je. Sorry. Nee, oh, ik heb ben ik helemaal blij. Heb je geen cadeautje? Oké, ik heb voor jou een hele mooie kruisboog. Helemaal full durability. Jij bent een beetje de Daryl van The Walking Dead. Ken je The Walking Dead? Ja, maar niet gevolgd of zo. Dat... Ah, shit. Want anders had je helaas het begrepen. Sommige Walking Dead-kenners zullen het begrijpen. Ja. Maar, holy shit, guys. Wat is er al veel gebeurd tot nu toe? Laten we nog even verder gaan voordat we de aflevering gaan afsluiten. En nogmaals, jongens en meisjes. Als jullie deze serie fucking awesome vinden. En jullie willen er zoveel mogelijk van zien. Dan kun je dus even een like op deze video geven. Bij elke 2000 likes komt er een nieuwe guard ons helpen. Check even de bovenste link in de beschrijving. Dat leidt namelijk naar een stempagina. En dan kun jij stemmen
welke guards, ligt eraan hoeveel likes wij halen, de volgende aflevering ons komen helpen. Dus wordt fucking awesome. Oké, Dylan, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want het is namelijk nacht, dus er zullen wel weer zombies zijn. Ja. Laten we eens even gaan kijken waar we een paar kunnen killen, want eigenlijk wil ik die missie wel afzouten. Ja, hier is er één. Heb je trouwens het eten gepakt? Bam. Wat we in de furnace hadden gedaan? Ik? Dat weet ik niet, maar Dylan, ik weet niet waar jij bent. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, nu wel, yes. 10 brood. Hoppakee. Yes. Dat is eigenlijk heel chill om te hebben. Oh, hier. Als jij even gaat kijken of dat eten inderdaad nog in de furnaces zit, dan ga ik ondertussen even kijken. Ik heb trouwens nog meer ral vlees, dus dat zal ik er meteen ook in doen. Goed plan, heel goed plan. Ik ben ondertussen even de boer aan het inspecteren, want ik wil namelijk heel graag even weten of hier misschien ergens nog wat meer van die zombies te vinden. Oeh, Dylan, ik heb wat nieuws gevonden. Nee, beheers je, Job, beheers je. Oh, ik wil zo graag. Ik wil zo graag. Ja, dat begrijp ik ook, maar het moet niet. Nee, we moeten echt even deze fucking missie afronden. Dus denk ik namelijk echt, ik wil zo graag weten wat mijn reward gaat zijn. En ik denk, Dylan, als wij verder komen in deze serie en we krijgen moeilijkere quests, dat we dan uiteindelijk ook dus betere rewards krijgen. Dat dacht ik ook al aan. Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld dat we dan de worldborden kunnen laten uitbreiden met 100 bloks of zo. Dat zou insane zijn. Ja. Ik ga echt vragen of de server op hard mag. Ik weet niet of die dat al staat. Hij staat nu nog op easy. We gaan gewoon kijken of die op hard kan binnenkort. Want wij zijn namelijk waaghalzen. We kunnen dit. Inderdaad. Ik heb dan sharpness 4 op mijn zwaard. En dat werkt zo ongelooflijk goed. Ik zat jou te zoeken. Nou, ik dacht dat ik bij je was. Maar ik stond bij Miley. Die zit zo in de lucht te swingen. Ik dacht, wat doet die nou weer? Hoeveel zombies heb ik inmiddels al gekild? Ik denk een stuk of 8. Dus ik hoop eigenlijk zo even kijken of ik. Al de zombies, kan jij mij helpen? Ja, guard! Niet zo opdringerig! Ik doe mijn best! Ik ben nu naar boven in de toren van die guard. Ik wil even kijken of ik hem al vertoord heb. Ja, oh nee, kut. Fuck, ik dacht hij begint weer te praten. Ik denk van hij zegt tegen mij van goed zo, je hebt het gehoord. Oh man, waar zijn nou die laatste fucking zombies? Ik zag daar trouwens één bij dat huis, maar dan moeten we terug daar naartoe. Nou weet je, Dylan, we gaan gewoon nog even hier omheen kijken. Oké. Kijk dit dan, Dylan. Oh man, ik wil hier zo graag naar binnen toe. Nee, dat gaan we nog niet doen. Dat gaan we nog niet doen. Met de benadrukking of nog niet. Oh ja, het is een treinrails ding. Oh man, ik zag trouwens twee bedden staan. Misschien is het handig als we een keer bij de span gaan slapen. In verband met het feit dat we anders misschien een keer onze spanplek kwijtraken. Oh, daar is een zombie. We zijn toch al een keer dood geweest? Zijn gewoon bij de span gespawnd? Oh ja, tuurlijk, want dat is natuurlijk de officiële span. Nice. Ja. We kunnen die bedden wel meenemen, want ik geloof dat dat namelijk gewoon mag. Ja, ik zag bij. Ja, bedoel je die in dat winkeltje? Daar zat een bed. Oh god, Dylan! Dylan! Kijk dat daar! Kijk dat bos daar! Oké, wacht, even rennen de sens verder. Oh shit, dit gaat episch worden de komende afleveringen. Wow, dat ziet er zo vet uit. Wow. Ik zie je meer zombies onder. Ik zie hier meerdere zombies onder. Ik weet niet hoeveel ik al verkeer. Oké, je moet mij denk ik echt laten. Of Miley kills elke keer. Dat is dus niet de bedoeling. Nee, Miley gaat ver achter. Ja, nice! Je hebt 10 zombies gekilled. Ga terug om je guard te halen. Ik kom meteen dan. Om je reward te halen. Ja, en dan kunnen we de aflevering afsluiten met 2 epische overwinningen. Dan heb jij namelijk een quest voltooid en dan heb ik een quest voltooid. Episch. Mijn was alleen niet super episch. Gewoon even wat pork. Ja, gewoon even wat porkje halen. Maar hey, ik bedoel, overal is natuurlijk een quest voor. Volgens mij wordt het ook alleen maar moeilijker, want die pork chop quest was gewoon op de spawn. Ja, klopt. Die was inderdaad op de spam. En wanneer de worldborden wordt uitgebreid, krijgen we dus ook meer quests. En ik hoop ook echt dat de bouwers die deze server dus volbouwen met allerlei dingen, dat die ook met hele moeilijke quests gaan komen. Bijvoorbeeld van, versla de Ender Dragon. Als dat een quest zou zijn, wat voor beloning zouden we dan wel niet krijgen, ouwe? Maar misschien een paar golden blocks of zo? Ja, gewoon een paar golden blocks. Die kunnen gewoon de meest epische shit halen. Misschien is het leuk als we ons XP gewoon opsparen tot 30, dan golden nuggets gaan kopen. Dat we echt een paar stacks met golden nuggets hebben en dan echt gear gaan enchanten. Ja, dat is ook wel vet. Dan hebben we meteen veel. Ik ben zo benieuwd. Oké, let's go. Even kijken wat staat. Heel erg bedankt. Ik heb hier nog iets voor je. Ze zullen snel genoeg weer terug zijn. Laat maar weten als je nog iets voor mij wilt doen. Wat heb ik gekregen dan? Ik heb een... Yo! Wat heb je? Wat? Een diamond axe! Dylan, wacht even. Ja, nu kom ik met de iron axe aan. Wacht, ik wil even wat proberen. Nee, ik moet heel even verzorgen dat de mensen die deze server, dus de plugins erbij toevoegen, dat die ook ervoor zorgen dat er echt meerdere soorten enchantments zijn. Dus ook voor een axe bijvoorbeeld. Dylan, dit is een cadeautje van mij naar jou. Jij mag de diamond axe hebben. Dan mag jij deze iron axe hebben. Dan mag ik de iron axe hebben, nice, oké. Jongens en meisjes, ik ga het hier belaten samen met Dylan. Oh kut, ik kill nog even die zombie. Maar hey, als we deze missie nou vaker doen van die guard, hè? Ja. Oh lol, what the fuck? Wacht even. Wat? Allemaal kleine spongebobjes wanneer ik in het water spring. Oh, dat heb je awesome gedaan, ouwe. Het stort Spongebob zijn woningplek. Oh god. Nou, oké. Ik ga heel even... Laten we even veilig staan. Dan kunnen we de aflevering even gaan afsluiten. Ik kom er achteraan. Jongens en meisjes. Hoi. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze tweede aflevering. Van een soort van roleplay survival. Het heet uiteraard gewoon Minecraft survival. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Bij elke 2000 likes komt er dus een nieuwe guard. Zoals Miley. Maar stel voor Miley die wordt de volgende aflevering doodgemaakt. Dan zal zij niet meer respawnen. Dus stel voorbij, we moeten uiteindelijk gaan vechten tegen bepaalde, ja, weet ik veel, zombies met diamond chestplates en met hele goede gear. En die killen dan bijvoorbeeld 2 guards.
dan hebben wij die guards dus niet meer over. En ik en Dylan hebben voor de opname besproken dat wij als Dylan de volgende aflevering dus meedoet. Misschien doet Dylan over 2 afleveringen weer mee. De gasten kunnen een beetje gevarieerd worden. Maar dat wij dus bij de 10.000 likes eens een keertje een epische challenge willen gaan doen. En nou Dylan, we zaten een beetje te twijfelen over misschien een Chubby Bunny challenge of een Cinnamon challenge. Dus ja, daar heb jij denk ik ook wel zin in. Ja, maar de challenge die we gaan doen wordt sowieso wel super episch. Hij gaat super episch worden. En jullie kunnen dus ideeën in de comments achterlaten. Laat een leuk idee achter voor het texture pack. Laat een leuk idee achter voor de quest. Check dus even de straw poll in de beschrijving, waar waarschijnlijk een stuk of 20 guard namen staan waar jullie op kunnen stemmen. En dan ga ik gewoon de meest gestemde 5 pakken, of de meest gestemde 10, die ons dan de volgende aflevering komen helpen. Dus misschien, Dylan, hebben wij de volgende aflevering wel gewoon een horde met guards achter ons aanlopen. Dan zijn we ook gelijk een stuk sterker. En wij moeten die guards natuurlijk ook goed beschermen, want anders gaan ze dood. Dat moeten we inderdaad ook in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Jullie zijn bazen. En tot de volgende keer. Later, mensen. Doei.